Genesis 13. Abram was bijzonder rijk, het veel vee, zilver en goud. Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder, tot aan Bethel, tot aan de plaats tussen Bethel en Ai, waar zijn tent vroeger al had gestaan, waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abram de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beide bezaten zoveel vee dat het te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee. En ook woonden in die tijd de Canaanieten en de Perizieten nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot, waarom zouden wij ruzie maken, jij en ik? Of jouw herders en de mijne. Wij zijn toch familie. Het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was, voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest. Was de vallei tot zo toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte? Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abram bleef in Canaan wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. De mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abram: Kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen voor altijd. En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is. Ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven. Toen brak Abraham op en ging wonen bij de eiken van Mamre bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de Heer. Amen.